We hebben een aantal veiligheidsdebatten gehad. Wat is het meeste naar voren gekomen tijdens die debatten? Wat mij in ieder geval opgevallen is dat mensen echt betrokken zijn. Dat is het eerste. Heel veel dingen wisten we, maar wat mij bijgebleven is, is toch dat wij heel veel dingen weten bij de politie, maar ook bij de gemeente. Maar de intensiteit waarmee mensen beleven, wij zien dat en wij registreren bij wijze van spreken, proberen actie te doen. Maar de intensiteit waarmee mensen onveiligheid ervaren, dat heeft mij, bij mij de meeste indrukken achtergelaten. En dat heeft mij ook denk ik verder gestimuleerd om voor zorg te dragen. Dat is mijn verantwoordelijkheid, zo beschouw ik het ook. Om voor zorg te dragen dat we met z'n allen die daarbij betrokken zijn, breed van maatschappelijk werk tot en met jeugdwerk, tot politie uiteraard, brandweer, maar noem maar op, gemeente. Dat we zaken veel gestructureerder moeten aanpakken. Niet alleen moeten laten bij een eenmalige ingreep, maar vooral ook kijken welk effect dat het heeft. Hoe ontstaat nou eigenlijk dat onveilige gevoel in de gemeente? Waar het aan deel te gaan ligt, omdat we inbraak, als bij jou iets gebeurt in de buurt, dan is het wat dat betreft zijn we een eigen dorp, we mogen wel weer een stad heten of Sittard heten, maar we zijn wat dat betreft een dorp. En dat is ook prima, het heeft ook zijn voordelen. Maar als er ergens een inbraak is, dan weten we dat. Dan krijgen ze een gevoel van onveiligheid. Als ze bij jou in jouw territorium komen, krijg je een gevoel van onveiligheid. Als je op tv iets ziet, of je leest de kranten, of je ziet op Start, dat bevordert jouw beeld van het een en ander. En ik denk dat wij er te weinig in slagen om tot oplossing te komen, tot nog te veel daders die vrij rondlopen. Daar moet de politie ook echt op investeren. En wat ook heel belangrijk is, dat wij eens terugkoppelen naar de burgers die bijvoorbeeld iets melden of iets ervaren. Dat we ook naar hun toe gaan en zeggen van, mevrouw, dit en dit hebben we gedaan. We zijn er achter gekomen of niet achter gekomen. Wij proberen u adviezen te geven, ook in de preventieve zin. En daarmee moeten we aan de slag gaan. Hoe lang bent u al bij Limbrecht? En hoe lang bent u dan al in het centrum? Ik ben in 2005 begonnen als wijkagent in Limbrechterveld. En ik ben nu een jaar of drie ongeveer wijkagent in het centrum van Sittard. Een aantal punten inderdaad die aan de aandacht mogen hebben. Dat is onder andere de markt uiteraard, de horecagelegenheden, dat is er één van. Het station, waar dus nu de koffieshops hebben liggen. Het Moveo is een van de punten die natuurlijk naar voren komt. Dat zijn wel eigenlijk de voornaamste zaken die op dit moment spelen. We hebben gedeelde diensten. De ene keer kunnen we samen de wijk in. De ene keer kunnen we samen de wijk in. De andere keer ben ik er op maandag en Michael op dinsdag. Dus. Kolenberg, Park Leienbroek, Sanderboud, Ophoven, Kraafhout, Beekdal, Tienbunder. Dus eigenlijk van deze kant van de Engelenkampstraat naar het zuiden van tot de grens van gelegen. We kunnen niet meer alleen. Wij en de gemeente samen kunnen ook niet meer alleen. We hebben echt, de burgers hebben echt hard nodig. En wij zijn doende met een inhaalslag om daar steeds meer aandacht aan te geven en die burgers bij ons werk te betrekken wat betreft het signaleren en het melden bij ons. Is voor ons heel belangrijk. Als wijkagent hoor je tussen de mensen te staan, zodat die makkelijk contact hebben. Want mensen willen vaak hun verhaal kwijt en willen begrip ervaren. Want ja, ze zitten met een probleem en dan willen ze ook een antwoord op hebben. En dan kun je ook uitleggen dat je niet altijd de oplossing 1, 2, 3 voor handen hebt. En vaak wordt het probleem dan voor hunzelf ook wat kleiner als je erover praat. Meteen met rotsnelheid, daar wordt niet gekeken. Ik zie nooit de rem liggen. Voor rechts of links af te slaan, het chase maar. Is ook s'avonds? Beide. Mijn naam is Pink van Nieuwburg en ik ben regisseur openbare orde en veiligheid en een van de organisatoren van deze 7 avonden. En zoals Harry het ook al zei, heb ik mogen ervaren dat er behoorlijk goed gediscussieerd werd. En als ik naar de onderwerpen en de opmerkingen kijk, overlast, s'nachts, vernielingen, dealen, daar heb ik veel overlast van. Rijden ook door straten waar ze niet mogen rijden. Nou, dat is een gevaar. Nou, vanmiddag hebben we het al gehad over de Veiligheidsstraat op de Paardenstraat. Daar was onder andere Burgernet aanwezig. Burgernet is een initiatief vanuit de politie. Ik neem aan dat er wel mensen zijn die de Burgernet-app inmiddels al op hun telefoon hebben staan. Er zullen misschien ook wel mensen zijn die zich inmiddels hebben aangemeld. Maar er zijn ook nog heel veel mensen die dat niet hebben gedaan. Ik weet ook dat Sittard op dit moment vrij laag staat in de cijfers van Burgernet. En dat willen we uiteraard de lucht in krijgen. Dus zodoende dat ik dat hier nog een keer naar voren toe breng. Er is iemand vermist of wij zoeken een verdachte. Die komen op die Burgernet-app, komen die naar voren toe.
Wat belangrijk is om te weten is dat als u zich daar aanmeldt, dat als u de telefoon uw gsm bij zich heeft, dat uw 06-nummer dan is genoteerd en u in de omgeving van bijvoorbeeld 500 meter of een kilometer of 2 kilometer, krijgt u dan van waar dat is gebeurd, krijgt u dan dat appje, krijgt u dan een melding krijgt u binnen dat bijvoorbeeld een persoon wordt vermist. Hoe belangrijk is Burgernet voor de burgers? Nou, ik denk dat Burgernet heel belangrijk is voor de burger. De burger wil graag geïnformeerd worden over incidenten die bij hem, met name bij hem in de buurt gebeurt. Nou, Burgernet is met name daar bij uitstek dus, zeg maar, belangrijk voor, omdat Burgernet met name zeg maar, die, op het moment dat er een incident plaatsvindt, dat ook die burger daar een bericht over krijgt. Kijk, waar is het tussen aanhalingstekens het rustigste? Dan denk ik dat in dit gedeelte van de stad is. Het ligt ongetwijfeld over de mensen die er wonen. De kleinschaligheid komt onderling in controle. Maar ook hier komen een aantal, verschillende dingen tegen. Die te maken hebben bijvoorbeeld met de acceptatie van voetballende jeugd. De politie kan het niet alleen, de mensen niet alleen. We bundelen de krachten en dat zal zeker zijn vruchten gaan afwerpen. In deze dorpen, natuurlijk niet iedereen is even goede vrienden met zijn buren. Dus maatschappelijk hebben we best wel een hoop werk. Er mogen ook mensen tevreden over zijn, maar misschien de anderen wel even niet. Vast en zeker ook wel highlights te noemen, wat dat onveiligheidsgevoel hier in deze wijken veroorzaakt. Noem er eens een paar. Momenteel hebben we eigenlijk als echt highlight het verdovende middelenprobleem. Dat is Leeuwerikstraat, parkeerplaats. We zijn aan het inventariseren de inbraken. Daar zijn we samen op een acteren. We zijn de mensen in kennis en stellen. Dat is een paar meter. Onveilig gevoel. Zit er ook terug die last? Nu moet je alles. Ik zeg, dan doen we dat. Maar er wordt niks met gedaan.